Hallo iedereen, ik ben Jonathics en van DefNecca terug in een info-video. Jullie dachten misschien dat het uh, TV op jullie scherm uh, ging zijn, maar nee, dat is mooi Minecraft. Uh, dat is de trick om uh, even een uh, TV-afbeelding te plaatsen op de miniatuur uh, van de video. Uh, ik weet dat meer mensen de video's bekijken als er een miniatuur staat van TV. Dus ja. Uh, vandaag een infovideo uh, over de stand van zaken, want uh, we zijn al dus toch begin maart en uh, er zijn wat evoluties gebeurd, al ja, uh, lichte evoluties, maar vooral het is dus al drie maanden geleden, tegenover de vorige uh, infovideo, mijn nieuwjaar en... Ah, uh, oh, twee maanden geleden en een beetje. Uh, dus uh, er mocht wel iets uh, nieuws komen. Oké, okay, laten we dan starten met uh, Travers. Uh, Wat is de stand van zaken? Daar. Uh, jullie konden zien in de laatste of voor laatste uh, aflevering dat we op Casual 2 uh, zijn begonnen. Op die wereld ondertussen natuurlijk. Uh, zit ik in werkelijkheid al een pak verder want uh, ke uh, ke zo, of tv in het algemeen wordt uh, vaak enorm veel op voorhand opgenomen, al ja, enorm veel meestal een maand uh, op voorhand uh, dus daarmee, er zit wel een groei uh, in en ik ga, jullie hierop, maar ik ga jullie meteen aankondigen dat we ook op wereld 47 gaan starten binnenkort in de video's. Uh, ik zit daar ook al een paar weken op ondertussen. Uh, dus voor mensen die uh, mij een bericht willen sturen, dat is ze, uh, zeker vast geen probleem op wereld 47. Um, voor TW zal het uh, zo blijven. Er zal een aflevering per week zijn. Dat gaat meestal een afwisseling zijn van de twee werelden. Uh, al wel soms misschien twee, drie keer na elkaar wereld uh, en dan is de andere. Um, en daar zit ik uh, vrij snel aan het opnemen. Uh, de laatste week heb ik wel vaker kunnen opnemen omdat ik gewoon iets meer tijd had en uh, dus uh, daar staan de afleveringen zelfs voor heel veel tijd uh, ingeplant. Uh, ik zal je gewoon nu al zeggen denk ik dat we ongeveer voor twee maanden aan afleveringen uh, klaar staan. Uh, waarom uh, publiceer ik eigenlijk niet meer video's? Um, omdat het nogal moeilijk is om twee video's, tv-video's, uh, per week te doen. Nu is het wel haalbaar, uh, omdat ik gewoon iets meer tijd heb. Uh, maar uh, binnen een maand of twee gaat dat niet meer het geval zijn, want dan uh, uh, komen de examens stiltjes aan dichterbij. Jullie gaan zeggen, het is juist gedaan. Ja, nee, uh, uh, het komt snel terug. Uh, dus daarmee dat ik geen twee video's per week zou publiceren, als zou ik het nu kunnen en nu voor het Minecraft gedeelte, dus voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in Minecraft, kunnen ze de video ver verlaten, maar ik zou zeggen, bekijk het toch maar eens. Um, wat is de belangrijke info dat ik moet meegeven, is natuurlijk, uh, Minecraft is naar 1.9 gegaan, um, onlangs, een, een week geleden of zo. En um, ja, de server is in 1.8.9. En uh, ja,. Die, die zou eigenlijk binnenkort uh, geupdate moeten worden. Dat gaat ook vrij snel gebeuren. En daarmee bedoel ik dus binnen ongeveer een kleine ma maand. Ons plan is om uh, in april eigenlijk te switchen naar 1.9. Het is geen mop. Uh, en um, dan alles eigenlijk op de server een beetje gaan checken. Uh, wat, is allee, uh, wat werkt en wat niet werkt. Uh, vooral voor de farms en zo. Want er zijn heel wat dingen veranderd in 1.9. En uh, we zijn er. Wij willen graag naar 1.9 gaan, maar de reden waarom we wachten is gewoon als er kleine patches uh, komen. Want uh, meestal is in de komende eerste week wel een moment dat 1.9.1 zal waarschijnlijk uh, uitkomen en dus daar gaan er wat kleine patches zijn voor bugs in het spel dat mensen hebben ontdekt en zo'n zaken. Dus uh, dat is een van de redenen waarom we wachten. De andere reden is gewoon om de 1.9 wat gewoon te worden uh, zelf op een uh, single player of op een andere server. Um, ja, want neemt is toch wel anders en ja, dat is wel een probleem. Het voordeel is dan weer wel dat wij uh, hier op deze wereld al vrij veel hebben. Uh, goede armor en wat die dingen. Maar uh, het zou kunnen... Al ja, uh, dan is het gemakkelijker om over te gaan, zou ik zeggen. Maar dus, ja, nieuwe werelden zijn moeilijker, zou uh, ik zeggen. Ik krijg eventjes niet uit mijn woorden. Maar waarom zeg ik die is eigenlijk in video uh, en niet in de klassieke video's. Omdat daar ook. Uh, ik heb wat meer tijd kunnen steken in het maken van video's. vooral een paar weken geleden. Uh, had ik wat meer tijd. En heb ik dus heel wat video's op voorhand kunnen dragen. Dat is vrij uitzonderlijk. Meestal uh, zit ik op uh, een week op voorhand. Voor Minecraft video's. Nu zit ik een paar weken op voorhand. En uh, dus ja, daar zit ook zo de delay van. Ja een kleine maand op voorhand dat ik zit en dus ja de video's gaan niet meer kloppen met de datum uh, van de 1.9 dus er gaan waarschijnlijk na april nog een paar video's zijn uh, die uh, in 1.8.9 worden gespeeld en pas later uh, video's in 1.9 dus dat wil ik ook wel eventjes laten weten dat dat een beetje anders ging zijn uh, ja dat de 1.9 vrij laat aankomt in de video's maar dat wordt we de wel degelijk vanaf april uh, op de server in 1.9 spelen. Um, vervolgens, even kijken naar mijn lijst. hebben we. Uh, Vroeg ik mij af, uh, en dat is dan een vraag naar jullie toe: Zien jullie het ooit zitten om een livestream te bekijken hier op de Unicraft server? Um, ik dacht dat misschien ooit eens te doen. Uh, ik weet totaal niet goed hoe dat in elkaar steekt om het te doen, maar ik denk dat het wel haalbaar is. Uh, ik ga sowieso zeggen, 1 willen jullie dat zien en 2 het zal sowieso niet zo vaak zijn, enkel als ik echt kan uh, en ik heb een vrij drukke agenda dus dat gaat moeilijk worden. Maar het zou wel kunnen dat ik zo 2-3 uur aan een stukje kan gamen en uh, waarom geen livestream ervan te maken. Meestal zullen in een livestream wel vrij basic dingen gebeuren, we gaan geen fantastische buildings maken want die zijn natuurlijk voor de video's. Uh, maar laat maar eens weten wat jullie ervan denken om uh, dat eens te lanceren. Um, ik garandeer niet dat het uh, vaak gaat gebeuren, maar het zou misschien wel leuk kunnen zijn. En we sluiten af met uh, Vimecraft, nog steeds op de Unicraft, maar uh, ik wou toch nog eentje Vimecraft uh, bes uh, bespreken. Want die video's zijn, uh, er zijn er al drie uit, uh, als die van gisteren goed is uitgekomen. En uh, het plan is eigenlijk dat er niet meer zoveel video's gaan komen op de Tweede server, omdat het wel degelijk een tweede server is. Um, ik had eentje de mogelijkheid om wat te spelen, omdat ik juist iets meer tijd had. Uh, maar het valt nu al moeilijker te combineren, twee servers tegelijkertijd. En dus uh, de kans is vrij groot dat uh, die video's gaan stoppen. Ik heb er nog eentje klaar staan. Dat zal waarschijnlijk van de week of de week aan uitkomen. Um, maar ja, ja spetter genoeg. Ik, ik had, ik zou wel graag willen spelen om de server, maar het is gewoon puur uit gebrek aan tijd. En uh, ik geef toch mijn eigen server een beetje voorrang uh, tegenover die van anderen. Dus ja, dit uh, is wat ik ook wil eventjes laten weten. En dit was het voor deze info-video. Ik hoop dat jullie uh, wat informatie hebben kunnen uithalen. Dat is een beetje op de bedoeling van zo'n video. Een kleine like of comment als dat het welkom is. En laat zeker weten of dat je het zin zitten om een live te bekijken. Dus tot dan.